ik heb wel een beetje huidpijn, buikpijn, buikpijn en hoofdpijn. En ik ben een beetje verkouden en moe. Dus dat is wel heel jammer, een beetje irritant ook. Maar ik ben negatief getest gelukkig, dus dan is het goed. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn en het is weer tijd om naar school te gaan. Het is weer 7:15 bijna, ik ga bijna weg. Ik ga mijn jas even pakken en dan ga ik weg, want anders kom ik te laat voor de trein. Dat is niet de bedoeling. Ik heb wel een beetje huidpijn, buikpijn, buikpijn en hoofdpijn. En ik ben een beetje verkouden en moe. Dus dat is wel heel jammer, een beetje irritant ook. Maar ik ben negatief getest gelukkig, dus dan is het goed. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. Ik ga wel denk ik mijn werk afzeggen, want ik voel me heel kut. Daarom ook. Dus dan ga ik maar straks even bellen. Dus dat is alles wat ik voor nu ga doen. Ik ga dus meteen even mijn tas pakken en ga ik weg. Want anders kom ik laat, zoals ik net zei. Ik ga jullie zo meteen in de trein weer terugzien of op school. We zijn hier zo in de laatste twee lesuren. Preston boy. Let's love with the body. To man take you for the boy. Nee, we zijn hier zo bezig. We gaan een scène van... ik ben ingezoomd. Holy shit. We gaan een scène van Brooklyn Nine-Nine filmen. Siebren is erbij. Hugo, Wendy. Zijn en Siebren? Ja, Siebren. Siebren is erbij. En hier zijn we de camera klaarstaan. Die gaat gefilmd worden. Dan gaat de muur daar gefilmd worden. We moeten alleen een optie bedenken voor daar. Dat moet grijs zijn daar. Of bruin eigenlijk. En ik zet de brother op stop. Maar dat moet een beetje bruinachtig zijn, want daar staan de incendies ook in. Wat? Wat? Wat zei je? Ik zei die deur tegen de bruinachtig. Even kijken, waar ligt die foto? Oh, hier zo. We hebben de foto. Wat we gaan filmen, deze scène van dat ze I Want It That Way gaan zingen. Even kijken. En zie je hier zo onder, zie je dat het een beetje bruinachtig is. Of grijs, ik weet niet. En dat moeten we ook hebben. Maar tot nu toe hebben we dat niet, jammer genoeg. Voor de rest hebben we alles daar klaar liggen. En de bordjes. Ja, laten wij even de dedo's aansluiten. Dat zijn deze lampjes die licht geven. Wat dat doen, lampen. Dat doen. Raar, hè? Nee, we gaan eens even aansluiten. De rest ook even, dan gaan we de muur nog een beetje tapen. Want hier komen allemaal van die streepjes met eigenlijk horen er nummers, maar dat doen we even niet. Dat doen we wel. Waar gaan ze aan? We doen hier gewoon letters en dan, of wat te vaak, strepen. En daarna gaan we lekker afruimen. Hoi mama van Brooklyn! En dan gaan we lekker afruimen zoals ik net zei. Dus ik ga jullie zo meteen weer zien op station of ik denk thuis, maar ik denk thuis. En dan even kijken wat ik ga doen thuis. Ik heb eerst geen idee. Ja, joh. Okay. You are my fire. Ja, film nu pas. Number two, keep it going. Number one. We moeten even opnieuw beginnen. Number three. Believe when I say. Number four. I want it that way. Tell me why. Nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a missing. Now number five. I never wanna hear you sing. Woo! I want it that way. Oh, chill. Mensen, je ziet me nu niet. Ja, nu zie je me wel helemaal toppie. Beetje blauw, maar maakt niet uit. Ik ben thuis. Ik heb net lekker gegeten. Ik ben nog wel aardig moe. In de trein viel ik gewoon bijna slaap. Even scherp stellen. Hallo. Ja, top. Zo, die was smooth. In de trein viel ik echt oprecht bijna in slaap. Maar ja, dat kan gebeuren. Ik ben moe. Alles. Oh, mijn broek is nat. Ik stond op mijn broek. Oh, ik heb ook nog steeds wel een beetje buikpijn en hoofdpijn. Maar het is wel minder geworden dan vanochtend. Wat al helemaal prima is. Verkoudheid ook wel een beetje, denk ik. Nog steeds wel best wel, maar dat komt puur denk ik ook door de regen en de kou fietsen. En dat is best wel irritant. Maar ja, daar kan je niet zoveel meer aan doen. Ik ga lekker even mijn video bewerken, want die moet nog online komen. Het is nu 5:50. Dus ik ga gewoon mijn best ervoor maken. Hopelijk gaat het niet te lang duren. Ik ga gewoon mijn best doen om het zo goed en snel mogelijk te doen, zodat ik tijd heb om de video te uploaden. En dan kan ik lekker rusten vanavond, lekker chillen. En meer kan ik niet doen. Ik hoop gewoon dat ik morgen lang kan uitslapen, want ik was net even met Ola aan bellen. En die zei ook van, ik heb Brooklyn oprecht. Jij moet ook een keertje gaan uitslapen, want ik heb nog nooit jou langer dan 11 uur zien slapen ofzo. Dat is echt ongekend. Ik heb ook oprecht nog nooit later dan 11 uur uitgeslapen. Of zeg maar, niet 11 uur, maar niet langer dan 11 uur geslapen. En dus ja, ik weet niet wat jullie de laatste tijd is, maar ik kan zo slecht uitslapen en dat is zo irritant.
Want ja, ik wil wel uitslapen, maar het lukt gewoon niet. In ieder geval, ja, dat is een beetje wat irritant is bij mij. Ik kan gewoon niet langer slapen dan 11 uur of zoiets. Ik weet niet, het zit gewoon in mijn hersenen. Dus dat is best wel irritant. En ja, ik kan er niet zoveel aan veranderen, anders had ik het heus wel gedaan. Maar ja, ik ga mijn video bewerken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Mensen, ik ga lekker slapen. Sorry dat de vlog iets korter is vandaag. Ja, ik heb weer geslapen, wat ga ik nou weer zeggen? Ik ga lekker slapen. Maar ik voelde hem niet zo goed, dus ik heb gewoon lekker eventjes gechilld. Ik heb gewoon even lekker gechilld, zoals ik net zei. Ik ga lekker slapen. Ik ben heel moe. Ik heb nog steeds een beetje hoofdpijn en buikpijn, maar het is wel minder dan vanmorgen. Dus dat is dan helemaal goed. Maar ja, ik ga lekker slapen. Dank voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk heb jullie nog wel genoten ervan. En dan hopelijk zie ik jullie morgen weer om 8 uur hier op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren, te liken en een belletje aan te zetten voordat je gelijk, zodat je gelijk weer een nieuwe video kan zien als die online staat. Dat is natuurlijk wel handig. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Ciao.